Goed, dankjewel om allemaal hier vandaag al aanwezig te zijn. Hè. Op zo'n mooie stralende dag, hè, toch achter jullie computer te kruipen. En toch, ja, toch wel een thema die toch wel niet altijd heel evident is, hè, om te volgen. We gaan het vandaag hebben uit van wat Jo Beyer al een beetje heeft ingeleid. Hè, van goh, die ouderenzorg, hoe kan die uitzien eigenlijk na corona? Hè, want die heeft toch wel een serieuze impact gehad. En wat we ook wel belangrijk vinden, is uiteraard het tweede gedeelte. We gaan eerst een beetje een situatieschets maken. Hè. Maar het ook wel het tweede gedeelte is het ook wel dat we belangrijk vinden om wat input te krijgen van jullie zelf. Hè, wat jullie zelf ook wel belangrijk vinden, of waar jullie zelf nog vragen bij hebben vanuit hetgeen wat wij wat toelichten. Hè. Dat we dat geheel ook wat meenemen. Hè. We vinden dat belangrijk om die signalen van onze leden wat mee te kunnen nemen. Hè. Ik ga heel eventjes de structuur van de presentatie wat toelichten. Hè. Enerzijds, of we beginnen bij het begin. Hè. We gaan eerst wat algemene tendensen eigenlijk toelichten. Omdat we het van belang vinden dat we toch... Er zijn een aantal zaken die eigenlijk al voor corona bezig waren, die invloed hebben op de zorg vandaag de dag. Hè. Los van corona. Corona konden we niet voorspellen. Hè. Maar een aantal zaken kunnen we wel voorspellen. En die gaan we toch even wat toelichten, wat we al wisten voorkomen. Vervolgens gaan we kijken van, kijk, vanuit die situatieschets, wat vond Okra in 2019 voor corona al belangrijk? Hè? En dan gaan we kijken van, goh, ja, corona is op ons pad gekomen en wat heeft dat voor sporen achtergelaten en wat leren we daar vooral uit? Hè? Dan kijken we ook van, ja, wat kunnen we vanuit Okra daar eigenlijk, hè, wat vinden we daaruit van belangrijk in. Hè? Wat stellen we daarin voor naar de toekomst, hè, voor de zorg in Vlaanderen? En vervolgens gaan we stilstaan, omdat het is natuurlijk heel breed allemaal, hè? Maar om toch eens bij een aantal speerpunten stil te staan en dan eerder specifiek rond de woonzorgcentra in Vlaanderen. Voilà. We beginnen, hè, dus met de algemene tendensen wat we al wisten voor corona. Hè? Een aantal heel grote, ja, dynamieken die bezig zijn in de Vlaamse samenleving, die uiteraard invloed hebben op hoe de zorg eigenlijk georganiseerd dient te worden. De vergrijzing, toename in chronische zorg, kleinere gezinnen, gezinsverdunning, toenemende diversiteit in Vlaanderen, technologie die het ook al ontwikkelt, mantelzorg, waar evoluties in zijn, en gewoon ook gewoon wijzigende verwachtingen van de mensen. Al die zaken hebben invloed natuurlijk van hoe de zorg georganiseerd wordt en ook wel dat er toch wel ideeën zijn gerijpt in het verleden van ja, hoe we die zorg moeten vormgeven en dat zich dat ook al wel geuit heeft in een aantal decreten, wetgeving rond zorg in Vlaanderen. Ik ga met de grote tendens even stilstaan. Dat is iets wat jullie al overal horen. Dus Vlaanderen vergrijst, we worden met z'n allen ouder. Als je daar wat getallen op plakt, is van vandaag de dag rond 2020 is 1 op 5 een 65-plusser. In 2030 zal dat 1 op 4 65-plusser zijn. Heeft te maken, een grote invloed daarop is eigenlijk de daling van het vruchtbaarheidscijfer bij de vrouw. Dus het aantal kinderen dat geboren wordt bij de vrouw, dat is eigenlijk gedaald. Hè? Dat is lager. Hè? En anderzijds ja, worden met z'n allen ouder. Hè? Dus die twee dynamieken die hebben natuurlijk invloed tot Vlaanderen, ja, tot de samenleving vergrijst. We worden met z'n allen ouder. Hè? Als je kijkt van in 2014 was de gemiddelde levensverwachting van een vrouw 84. Naar 2060 toe gaat dat naar 89. Dus eigenlijk op een relatief korte periode toch een stijging van 5 jaar. En bij de mannen is dat zelfs nog hoger. Hè. In 2014 was dat 78 jaar. En dat stijgt naar 86. Hè. Dat zijn weliswaar cijfers voor België en niet voor Vlaanderen. Hè. Maar het is wel zo dat in Vlaanderen de vergrijzing nog sterker is dan, of het grootste is qua landsgedeelte, waar het sterkst is. Binnen die vergrijzing hè, is er nog een andere evolutie, is namelijk de verzilvering. Hè. En de verzilvering
bedoelen ze eigenlijk het aantal 80-plussers in dat geheel. Hè. En ook daar zie je weer een stijging. Hè. Als je kijkt naar 2010, zijn 5% van de Vlamingen 80-plus. Dat verschuift naar 2050 naar 11%. Hè. Dat zegt misschien niet zo heel veel in percentages, hè, maar als je daar absolute getallen op plakt, hè, bijvoorbeeld naar 85-plussers in 2060, dan gaat dat bijna rond de 490.000 à 500.000 mensen zijn. Dus dat is toch wel een hele grote groep. Hè. Dan weliswaar 85-plussers. Maar in absolute getallen zijn het toch wel een grote groep. We worden met z'n allen ouder. Dat heeft natuurlijk ook wat te maken met de evolutie in de geneeskunde, technologie en dergelijke. En ook nog een relatief goede gezondheid. Hè. Dus dat wordt toch wel, dat verschuift wel. Hè. Maar aan de andere kant is het ook wel zo dat naarmate dat de leeftijd toeneemt, dat de risico op een chronische aandoening eigenlijk ook wel stijgt. Hè. Je ziet dat hier in deze grafiek. Hè. Naarmate je opschuift naar rechts, hè, naarmate de leeftijd vordert, hè, zie je eigenlijk dat het aantal chronische aandoeningen stijgt. Hè. Bijvoorbeeld ook, hè, dat zie je hier niet zo direct in staan, hè, maar bijvoorbeeld ook het risico op dementie, hè, dat stijgt ook met de leeftijd. Hè. 1 op 5 heeft te maken met die aandoening boven de 80 jaar. Hè. Maar als je kijkt naar plus 90, dan is dat al 4 op de 10. Dus dat is wel een grote evolutie. Vandaag in de dag zijn er in Vlaanderen denk ik 130.000 mensen die te maken hebben met dementie. En naar 2060 zijn de prognoses naar een verdubbeling. Hè, naar een verdubbeling toe gaat. Wat hier ook niet in staat, is ook van we denken dikwijls aan lichamelijke aandoeningen. Hè, maar we mogen ook zeker niet die psychische klachten, dat we die zeker ook aandacht voor moeten hebben. Hè. En dat ze ook merken uit cijfers dat dat aandeel eigenlijk ook wel wat toeneemt. Dat kan van lichte klachten, psychische klachten gaan, dat kan vanuit van stress, angst, slecht slapen, deprimerende gedachten. Hè. Maar dan zien we toch ook wel dat dat een verschuiving is, dat dat ook groeit. Een andere evolutie, hè, naast toename van chronische aandoeningen, of dat dat stijgt met naarmate van de leeftijd toeneemt, hè, is ook wel dat er telkens malen kleinere gezinnen zijn in Vlaanderen. Hè. Dus vroeger de grote gezinnen die er vroeger waren, die hebben plaatsgemaakt voor dikwijls kleinere gezinnen. Hè. En als je kijkt naar 2060, zie je eigenlijk, of zijn ook weer de prognoses, dat eigenlijk 4 op de 10 gezinnen, als je het zo mag benoemen, bestaat uit één persoon. Dus dat toch weer meer en meer mensen eigenlijk alleen wonen. Wat natuurlijk zijn invloed heeft op de zorg. Hè. Daar gaan we zelfs nog wat dieper in toelichten. Dat heeft invloed op het aantal personen die eigenlijk kunnen zorgen voor iemand anders. Hè. De mantelzorg, zoals we ze noemen. Hè. Het klassieke gezin, dat verschuift ook, hè, dus dat is natuurlijk nog wel heel belangrijk. Wat is klassiek en wat is niet klassiek, maar je ziet wel meerdere verschillende vormen van samengestelde gezinnen ontstaan, wat ook een invloed kan hebben op hoe we omgaan met zorg voor elkaar. Anderzijds ook, de Vlaanderen wordt diverser. Hè. Verschillende culturen die er zijn in Vlaanderen hebben ook een invloed van hoe zorg verleend kan worden. In verschillende culturen zijn er andere opvattingen van hoe je best zorg geeft aan elkaar. Hè. Dat heeft natuurlijk een impact van hoe de zorg in Vlaanderen dient te organiseren. We zien een evolutie naar een grotere druk op mantelzorg. Hè. We hebben juist verteld dat het aantal personen met een zorgbehoefte stijgt, hè, omdat er ook al de vergrijzing toeneemt, de verzilvering neemt toe. Hè. Maar anderzijds zien we wel dat het aantal mantelzorgers niet evenredig meegroeit. Hè. Dat heeft verschillende oorzaken. We weten met
dat we met z'n allen langer zullen werken. Hè. Dus leeftijdsgrens, pensioengrens zit nu op 67. Hè. En daar moeten we ook bij denken van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Ook zij zullen langer werken. Hè. En we weten ook uit cijfers dat vrouwen nog altijd een heel belangrijke groep, of de grootste groep, mantelzorg zijn. Dat heeft invloed op mantelzorg. Hè. De kleinere gezinnen hebben we juist verteld. Hè. Ja, als er minder kinderen zijn bijvoorbeeld, dan zijn er ook minder handen die eventueel kunnen helpen bij wanneer de vader of moeder hulp boven komt. Andere familiale samenstellingen, wij zien sociale weefsel, dat bedoel ik soms mee van het feit dat kinderen verder gaan wonen van hun thuis. Afstand wordt groter, dus niet meer evident om elke dag 40, 50 kilometer te rijden naar je ouders om zorg te kunnen bieden. Heeft allemaal invloed uiteraard. En ook meer en meer mensen, dat weten we ook, willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 9 op de 10, die zou zo liefst mogelijk lang thuis willen blijven wonen en ook de zorg daar krijgen. Dat heeft natuurlijk invloed op de organisatie. Van thuiszorg zal eigenlijk ook versterking dienen te worden om dat te kunnen opvangen. En ook gewoon de vraag van het solidariteitsvraagstuk. Kunnen we en ja, willen we altijd voor iemand klaarstaan om ervoor te zorgen? Dat is ook wel ietsje die een druk zet op de mantelzorg. Een andere evolutie die we ook wel zien vanuit sociologisch onderzoek is ook dat er ook wel wat wijzigende verwachtingen zijn van ouderen vandaag de dag. We zien een verschuiving, wat ze noemen, van de stille generatie, van degenen die geboren zijn tussen 1930 en 1940, naar de babyboomers. Die dikwijls een hogere opleiding hebben genoten, hogere welvaart, vitaler nog zijn en misschien ook mondiger. Natuurlijk, dat zijn de grote algemene tendensen. Maar we moeten toch wel er blijvend rekening mee houden dat de ouderen, die bestaat niet. Er zijn natuurlijk heel veel variatie in tussen wensen en verwachtingen tussen ouderen. Dus we moeten toch met enige voorzichtigheid over spreken. Het was een notendop, een beetje de algemene tendensen. Maar vond het ook belangrijk om die mee te nemen in het verhaal, omdat die spelen op de achtergrond, blijven die meespelen. Johan, ik zal nu eigenlijk verder ingaan op wat vonden we ook toen al belangrijk toen we het memorandum opstelde in 2019. Ja, bedankt Marijn. Goedemorgen allemaal. Er zitten toch nog altijd heel wat bekende gezichten voor mij. Ik wou zeggen in de zaal, maar het is in andere omstandigheden. Misschien maken we het nog mee. Dat we zeker gaan we het meemaken in de loop van dit jaar. Dat we in een betere omstandigheden hopelijk elkaar kunnen ontmoeten. Het memorandum van 2019 is goedgekeurd in februari. En dat was nog in Aeropolis. En ik ben ervan overtuigd dat er hier heel wat mensen zitten die daar ook aanwezig waren. Ik ga heel even toelichten wat we toen eigenlijk beslist hebben. Definitief beslist na een hele grote inspraakronde. En dan kunnen we straks gaan kijken wat corona daarmee gedaan heeft. En in hoeverre we ook onze standpunten daar hebben moeten aanpassen. En ook wat we eventueel al dan niet bereikt hebben. Een eerste heel belangrijk punt, en dat achtervolgt mij heel mijn carrière al, dat is het wegwerken van de leeftijdsgrenzen, zeker in de zorg. Ik hoef u zeker niet uit te leggen dat dat zeker speelt in de sector van de gehandicapten. Als je gehandicapt bent voor de leeftijd van 65, krijg je veel betere voordelen dan als je gehandicapt wordt na je 65ste. Ik heb ooit een artikel geschreven met als titel: als je van plan bent van een trap te vallen, doet het voor je 65ste. Gewoon om de mensen hun aandacht te trekken om te zeggen, er is toch wel een serieus verschil tussen die twee werelden. Maar dat vind je dus ook terug
en dat is minder geweten, maar dat hebben we toen wel ook opgenomen in ons memorandum, dat is de geestelijke gezondheidszorg. In de geestelijke gezondheidszorg kent je op eenzelfde wijze het gebruik van leeftijdsgrenzen. En misschien herinnert je nog dat Margie de Blok, als zij minister werd, dat zij als minister van Volksgezondheid, dat zij op een bepaald ogenblik het psychologisch consult heeft ingesteld. En dat betekende dat mensen naar een psycholoog konden gaan voor een consultatie en dat ze dan een stukje terugbetaald kregen. Ik denk, krijgen moet ik zeggen. Ik denk een vier, vijftal consults die aan een lager tarief konden opgenomen worden. Maar ook hier, dat speelde maar tot 65 jaar. En daarom hebben we er ook zo sterk op gereageerd. Hè? Een tweede punt is ook dat wij al zien dat heel de geestelijke gezondheidszorg heel sterk aan het veranderen is. Men noemt dat de desinstitutionalisering, in een moeilijke term. Dat betekent dat de geestelijke gezondheidszorg die zich vroeger en vandaag ook nog heel sterk afspeelt in residentiële opvang, dat die zich volledig aan het veranderen is in ook te proberen om mensen zoveel mogelijk thuis op te vangen. Maar die veranderingen spelen zich opnieuw af, alleen voor mensen tussen zeg maar 18 en 65 jaar. En dat hebben we eigenlijk proberen te benadrukken, dat we eigenlijk die leeftijdsgrenzen eruit willen. Toegankelijkheid. Ik ga het hier in Limburg iets anders formuleren. Dus wij verwachten dat elke ouder, waar hij ook woont, een gedifferentieerd aanbod van zorg kan krijgen. En jullie weten ook, als ik Limburg neem als voorbeeld, dat in bepaalde regio's in Limburg ook er onvoldoende aanbod, niet alleen onvoldoende aanbod is, maar ook onvoldoende gedifferentieerd aanbod. In het begin van mijn carrière heb ik nog gewerkt voor een Limburgse VZW en moest ik dat allemaal berekenen. En Zuid-Limburg was absoluut heel slecht op vlak van zorg. In die tijd was Limburg trouwens nog altijd toen de provincie die het meest stiefmoederlijk behandeld werd op vlak van de uitbouw van de zorg. En dat betekent, dus die toegankelijkheid betekent dat je zowel goede thuiszorg moet hebben als residentiële zorg, als tussenvoorzieningen. Denk maar aan kortopvang, denk maar aan dagopvang. Dat die voldoende uitgebouwd zijn. En ik vermoed zelfs dat Zuid-Limburg ook een van de meest vergrijsde delen is van Limburg. Daarmee wil ik niet zeggen dat Midden-Limburg goed af is of slecht af is of enzovoort. Maar in onze visie zou iedereen die veroudert, die mag blijven wonen waar hij woont en moet in zijn omgeving een gedifferentieerd aanbod hebben. Zodat het opgedaan. Derde punt is de kwaliteit van de zorgverlening. En de kwaliteit van de zorgverlening, dat heeft vooral te maken met het personeelskader. Natuurlijk kan je ook zeggen de infrastructuur en dergelijke meer. Maar je mag rekenen dat ongeveer 70-80% van de kwaliteit van zorgverlening bepaald wordt door het personeelskader. En daar heb je twee grote punten. Ene punt is dat er te weinig personeel is. Dat hoef ik u niet uit te leggen, dat weten jullie wel. En ten tweede is dat er te weinig gespecialiseerd personeel is. Denk aan de woonzorgcentra, waar er veel te weinig gespecialiseerd personeel is. Denk aan geriatrische verpleegkunde, denk aan psychologen en dergelijke meer, die daar eigenlijk een plaats zouden moeten krijgen. Dus dat zat daarin. Een vierde punt is dan de betaalbaarheid en de financiële transparantie. Wat betaalbaarheid betreft hoef ik ook geen tekeningsje te maken. Jullie weten allemaal dat de prijzen vrij hoog liggen. Nu, dat is wel regionaal heel verschillend. Antwerpen heeft traditioneel altijd de hoogste prijzen. Limburg de laagste prijzen. Maar Limburg
heeft zijn, spijtig genoeg, is zijn achterstand aan het inhalen. In die zin dat er in Limburg op heel korte tijd heel veel voorzieningen zijn bijgekomen. En naarmate er nieuwe voorzieningen bijkomen, gaat je zien dat de prijzen ook hoger liggen. Maar in, globaal in Vlaanderen kan je zeggen dat prijzen van 1800 tot 2000 euro eerder gemiddelde prijzen aan het worden zijn. Dan, ja, maar je kan zeker in de oudere voorzieningen nog lagere prijzen vinden. En in Limburg, nogmaals, zijn de prijzen goedkoper toch dan in Antwerpen. Dat moet je maar eens vergelijken, dat kan je bekijken. Maar dat betekent nog niet dat die veel te hoog zijn en dat we die ook betaalbaar willen houden. En daar is het voorstel altijd geweest van OCRA om te zorgen dat het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, dat is het tegemoetkominghulp aan bejaarden van vroeger, dat die eigenlijk automatisch zou toegekend worden als je toetreedt tot een woonzorgcentrum. En dat gaan we straks ook zien. We hebben dat ondertussen verder uitgewerkt en we hebben ook gezegd van, we gaan geen zorgbehoeventijdsgraad meer meten. We gaan gewoon kijken over wat uw inkomen is. En als uw inkomen te laag is, krijg je die tegemoetkoming. En die kan oplopen tot 600 euro per maand bovenop de zorgverzekering. En dan zou het wel betaalbaar kunnen worden. Dat staat ook in ons memorandum al van februari 2019. Die financiële transparantie, dat is nog zo een die al heel mijn carrière achtervolgt. Dat gaat eigenlijk over alles wat te maken heeft met de commercialisering. En de commercialisering, wij vinden dat geen goede zaak, maar we hebben ze niet kunnen tegenhouden. En dat heeft vooral te maken met het Europese richtlijnen, die eigenlijk wat de ouderenzorg betreft, dat beschouwt als een marktproduct. En niet als ziekteverzekering of een persoonsgebonden product. Nee, dat is eerder als een marktproduct. Dat betekent dat iedereen de vrije toegang moet krijgen om zijn diensten aan te bieden. En daardoor hebben we gezien dat de laatste jaren, het laatste 10, 15 jaar, 20 jaar, er een heel grote commercialisering gebeurd is. 20 jaar geleden had je nog heel veel, zeg maar, familiale woonzorgcentra. Dat waren kleine initiatieven. En daar waren er ook hele mooie tussen. Maar die zijn volledig verdwenen. Je hebt dus het gelaat van de commercialisering is volledig veranderd. Je hebt nu hele grote, rijke families die een in investeringen doen in grote holdings die bezig zijn om heel onze ouderenzorg eigenlijk in te nemen. En dat is heel snel gegaan. Wij vinden, en we blijven dat vinden, dat winsten die geboekt worden, dat die best niet geboekt worden in de zorg. En als ze geboekt worden in de zorg, dat ze moeten geherinvesteerd worden in de geherinvesteerd worden in de zorg zelf. En niet, het mag niet gaan naar aandeelhouders. Maar nogmaals, blijft een hele moeilijke punt om dit ook beleidsmatig op de agenda te krijgen. Dan de inspraak van bewoners en mantelzorgers. Daar hebben we al van toen en ook al een aantal jaren voordien gepleit dat er een aanwezigheid moet zijn van een vertegenwoordiger van bewoners en mantelzorgers in het bestuur van een woonzorgcentrum. En we zijn daar soms nogal eens grof door aangepakt, omdat men zegt, ja, maar die bewoners die zijn voor 60-70% of 60% licht tot zwaar dementerend, die kun je toch niet in een bestuur zetten. Nee, zeggen wij, maar je kunt wel zorgen dat er een onafhankelijke vertegenwoordiger is van die groep en die mee mag aanschuiven in het bestuur. Het is onze overtuiging, als dat kan gebeuren, en we zullen straks zien
of die mogelijkheid erin zit, dat er dan ook, de kwaliteit van het beleid gaat veranderen. Dat er een veel betere doorstroming gaat zijn van de noden en de behoeften van de bewoners en familieleden naar het beleid van het woonzorgcentrum. En dat datgene wat het beleid in de sporen zet, ook veel vlugger gekend zal zijn bij bewoners en familieleden. En waarin ze ook kunnen betrokken worden. Dus het is een heen en weer punt waarbij die persoon die twee functies zouden moeten vervullen, namelijk noden en behoeften doorgeven aan het beleid en daar ook voor opkomen. En omgekeerd het algemene beleidspunten die daar besproken worden en gaan uitgevoerd worden, vertalen naar de bewoners en familieleden toe. Een heel belangrijk punt. Dan krijgen we de minimale groeinorm van het algemeen budget. Daar hadden we, en dat was in samenspraak of met de Vlaamse Ouderenraad, hadden wij gezegd dat het minstens 500 miljoen euro moest worden. Anderen hadden grotere budgetten vooropgesteld. Maar dat was minimaal nodig om te zorgen dat de vergrijzing en een lichte aanpassing in de kwaliteit zouden kunnen doorgevoerd worden. En laatste punt, en misschien hebben velen van jullie ook de studiedag meegemaakt die we gemaakt hebben rond voltooid leven, waar toen een Nederlandse mevrouw, universitaire, een toelichting is komen geven over onderzoek dat ze gedaan heeft. De aanleiding van die studiedag is vooral geweest Etienne Vermeer, Zaliger, die op een bepaald ogenblik had aangekondigd dat je eigenlijk van een bepaalde leeftijd op geen enkele wijze nog verantwoording moet afleggen of krijgen als je dan zegt, ik wil uit het leven stappen en ik wil euthanasie krijgen, ook als je nog perfect actief bent. En daar, dat stoorde ons mateloos, omdat je niet kan zeggen vanaf 80, 85 of 90 jaar is dat, moet iedereen daar de vrijheid toe krijgen. Je zal dat af en toe wel eens lezen, ook bij bekende Vlamingen, die dat op een bepaald ogenblik ook effectief gezegd hebben, maar dat nooit uitgevoerd hebben. En bij Etienne Vermeers heb ik gezien dat die leeftijdsgrens die je voorop stelde, dat die steeds verlegd werd naarmate hij zelf ouder werd. Maar daarom dat het zo belangrijk was om dat in OKRA te bespreken en te gaan kijken, die leeftijdsgrens, ondertussen moet ik zeggen, na onze studiedag daarover en na het feit dat we dat ook opgenomen hebben in ons memorandum, is er een Nederlands onderzoek door dezelfde onderzoeker gebeurd. En die komt tot in de globale bevolking tot een percentage dat heel, heel laag zit van ouderen die levensmoe zijn. Dat moet iets van 0,08 of zoiets procent zijn. Dat betekent nog niet dat die 0,08% niet belangrijk is, maar het is zeker geen meerderheid, absoluut geen meerderheid in de bevolking die zijn leven wil voltooien zonder dat hij of zij voldoet aan de voorwaarden voor euthanasie. Iets anders, dat was dus de reden waarom we die studiedag gehouden hebben, het algemeen maatschappelijk probleem. Iets anders is natuurlijk het feit dat je zwaar zorgbehoevend kunt worden zonder dat je toestemming krijgt voor euthanasie, maar dat je toch een hele hoge leeftijd hebt. En die groep, die specifieke groep, daar is het misschien goed dat we in de toekomst toch nog wel eens bijkomend studiedag organiseren. We hebben toen ook een professor uitgenodigd op de studiedag zelf en die heeft daar ook over verteld. En ik heb nu gezien dat, ik denk een maand geleden, Zorgnet Ikuro daar een ethisch dossier over opgemaakt heeft. Maar nogmaals, dat zit in de zorgsector. Onze studiedag was in de algemeenheid. Het ging over mensen die in het volle leven, zeg maar, levensmoe zijn.
Ik ben hier even en langer bij blijven stilstaan, excuseer. Maar we hebben dat eigenlijk niet echt op zich meegenomen naar ons addendum waar we straks op zullen ingaan. En een laatste punt is eenzaamheid. Dat was een heel belangrijk punt in ons memorandum. En dat was voor corona. Dus, en dat is nadien alleen nog maar verscherpt geweest. Voilà, dat is eigenlijk in een notendop een overzicht over alles wat zorg, zeg maar, toch maar zorggerelateerd is. En ik geef het woord nu aan Marijn. Denk ik toch... Ik had even zoveel lopen wat we geleerd hebben. Ja. Hier even nog even het overzicht. Hè. Johan heeft zo net de punten van het memorandum toegelicht, wat we toen belangrijk vonden. En natuurlijk gaan we nu stilstaan van, kijk, ja, corona is op ons pad gekomen en wat heeft ons dat toch wel wat duidelijk gemaakt. Hè. Om vervolgens dan weer het corona-addendum, hè, dus de toevoeging, op het memorandum eigenlijk toe te lichten. Voilà. Corona is op ons pad gekomen, hè, en het heeft ook wel heel veel bekommernissen die we zo net ook al benoemd hebben. Eigenlijk is corona toch wel de grote aanleiding geweest dat die ook wel pijnlijk zichtbaar zijn geworden, hè, voor de publieke opinie. Hè. Veel zaken wisten we aan, of kon je ook wel zeggen van, goh, hier zijn toch wel hiaten in de zorg. Hè. Maar het is, corona heeft ook wel gezorgd dat het allemaal wel zichtbaar is geworden voor de publieke opinie. Hè. Ik denk dat voor iedereen wel die beelden op het netvlies gebrand zijn. Hè. Dus de oversterfte in de woonzorgcentra, de uitbraken van corona al daar. Hè. De families die lange tijd afgescheiden waren van de bewoners. Hè. Er allemaal wel beelden die toch wel moeilijk waren. Hè. Maar die natuurlijk ook wel... misschien ook wel een kans betekenen voor de toekomst. Hè. Het is een beetje de crisis, hè, als katalysator, hè, voor veranderingen. Hè. Dat heeft ook dus Hans Kluge verteld, hè, dus directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Europa, hè, die ook de situatie in de woonzorgcentra erg betreurde, maar ook wel opriep om eigenlijk die crisis te gebruiken om degelijke transformaties eigenlijk in de zorg te kunnen bewerkstelligen. Dat er een degelijke financiering komt in de toekomst, betere opleiding, ook betere technieken om een pandemie tegen te kunnen houden. Vooral eigenlijk een oproep van, kijk, laten we dit gebruiken om het systeem te veranderen. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken die we eigenlijk wel zijn tegengekomen tijdens corona? Hier een beetje een aantal punten wat naar boven halen. Hè. Die wel terugkomen. Hè. Dus je ziet er een aantal zaken terug zinspelen op een aantal zaken die Johan zo net heeft toegelicht. Hè. Johan heeft juist ook verteld, hè, van die structurele onderfinanciering in de zorg. Hè. Dat we dat toen al belangrijk vonden. Hè. Maar dat is nu des te duidelijker naar boven gekomen. Hè. Ik zal daarbij een voorbeeldje geven. In de woonzorgcentra zijn twee soorten erkenningen, hè, zoals je zegt. Hè. Eén voor de lichtere profielen, de ROB's. Hè. En anderzijds heb je ook de erkenning voor de zwaardere zorgprofielen, de RVD. Hè. En als je daar al ziet, beide hebben eigenlijk al een zeer krappe bezetting. Hè. Maar bijvoorbeeld bij de RVD's, de zwaardere zorgprofielen, als je eigenlijk 100 bewoners neemt, hè, dan zijn er eigenlijk 18 waar eigenlijk geen budget voor is om die zwaardere zorg te kunnen geven. Hè. Dus op dit moment zo... In heel de financiering zo geregeld. Wat ook heel erg duidelijk is geworden, is dat heel veel verschillende zorgvormen, dat je die niet los kan zien van elkaar, dat die eigenlijk heel erg van elkaar afhankelijk zijn. Ik ga een aantal voorbeelden geven. Heel veel ziekenhuizen hebben rusthuizen geholpen rond het cohorteren, het mensen apart zetten om zo de pandemie of het virusuitbraak te kunnen beheersen. Wanneer je een opnamestop krijgt in de rusthuizen, heeft dat gevolgen op de thuiszorg.
Anderzijds heeft de thuiszorg ingesprongen in de woonzorgcentra. Dus zij ziet het er op heel veel verschillende zaken dat dat eigenlijk op elkaar inspeelt. Hè. En dat je dan ook ziet hè, dat die verschillende zorgvormen eigenlijk ook ja, nog in de toekomst, wat we nu geleerd hebben, dat er eigenlijk versterkt dient te worden. In Vlaanderen is er momenteel, was juist eigenlijk voor corona dat dat proces gaande was, zijn er de eerste lijnzones, hè, die nu vooral eigenlijk voor het groot publiek gekend zijn door de vaccinatiecentra, die per eerste lijnzone worden georganiseerd. Hè. Maar die spelen eigenlijk een cruciale rol om die verschillende spelers in de zorg, hè, de thuiszorg, de gemeentes, de woonzorgcentra, de artsen, om die eigenlijk te laten samenwerken, om die te laten spreken met elkaar. Hè. En dan hebben we gezien dat die samenwerking qua loont hè, in de eerste lijn, of in zijn geheel, hè, dat daar heel veel goede voorbeelden van zijn van gegeven tijdens corona. Hè. De eerste lijnzone die mede triagecentra hebben opgezet om eigenlijk ja, dat allemaal een beetje goed in een goede baan te kunnen leiden. Hè, rond heel die testing is toen gebeurd. Hè. Dus heel veel voorbeelden eigenlijk dat die samenwerking toch wel van groot belang is en dat we dat moeten aangrijpen naar de toekomst. Ja, meer homogene bevoegdheden is dat er toch eenheid en commando heel erg belangrijk is. Hè. Ik denk dat jullie allemaal nog wel weten dat hè, het moment dat de beschermingsmaterialen moesten aangekocht worden, dat er getouwtrek was tussen Vlaanderen en federaal, hè, dus het Vlaams niveau en het federaal niveau. Maar dat je toch wel ziet dat het ja, van belang is dat je toch wel ja, eerder in commando bent. Dat heb ik even toegevoegd. Hè. Er zijn in België 8 ministers, of 8 verantwoordelijken, die op een of andere manier met volksgezondheid bezig zijn. Ja, dat maakt het niet gemakkelijk hè. Om zaken te kunnen regelen. Om een crisistijd is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je eenheid in commando hebt. Maar de structuur is daar in België ja, nog niet op aangepast. Daar toch wel een pleidooi van goh, meer en meer kijken van hoe kun je die bevoegdheden op het juiste niveau leggen en een homogeen, een samengesteld pakket maken. Hè. De inspraak en rechten van de gebruikers, van de bewoners hè, en de familieleden, dat toch wel serieus onder druk heeft komen te staan. Uiteraard, in de eerste crisisperiode, zeker in de eerste golf, ja, moest er snel gehandeld worden met beperkte middelen. Hè. Moest er snelle keuzes gemaakt worden. Was niet altijd meer de ja, familieleden en gebruikers zijn niet altijd meer geconsulteerd. Hè. Er is wat te begrijpen in die eerste golf. Hè. Het moest rap gehandeld worden. Hè. Maar dat is natuurlijk heel erg aangesleept. Hè. Dus bij de tweede golf en dergelijke is het er nog lange tijd zo geweest dat ja, op heel veel plekken de familie of gebruikers dat er boven de hoofden is beslist. Dat er niet altijd even goed gecommuniceerd is geweest, zeker in de eerste golf, naar de buitenwereld toe, naar de familieleden toe, van wat wel nog kan, wat niet kan. Hè. Er was ook een grote differentiatie in het interpreteren van de regels. Hè. Dus de Vlaamse overheid maakt de regels in verband met het bezoekrecht. Hè. Maar ons zorgcentrum kon daarvoor afwijken. En dikwijls zagen we ook al dat er strengere regels waren toegepast. Uiteraard ook daar weer begrip voor de situatie. Maar anderzijds ja, is dat heel dikwijls zonder overleg gebeurd met familieleden en gebruikers. Hè. En dat het toch wel gezien is dat die communicatie heel erg belangrijk wordt. In de crisis was er een heel grote ja, balans zoeken, balanceren tussen enerzijds ja, dat virus buiten houden, hè, dus die veiligheid te garanderen voor de bewoners. Hè. Met al je edders, waardoor de familieleden of de buitenwereld afgesloten werd van het woonzorgcentrum of omgekeerd. Maar anderzijds, ja, die welzijn, het welzijn, het goed voelen, u nog, we hebben ook wel de beelden gezien van eenzaamheid hè, en dergelijke. En waar vind je eigenlijk de juiste balans? Hè, van, er is een vooraf, hè, dus
voor de corona is er een heel grote aandacht geweest hè, voor het wonen en leven in het woonzorgcentrum. Dat we eigenlijk een woonzorgcentrum als, vooral als een thuisplek moeten zien. Hè. Maar tijdens corona ja, waren ze geëvalueerd terug naar een mini-ziekenhuis. Hè, waar het medische vooruit belangrijk werd of voorop werd gesteld. Hè. Natuurlijk is het belangrijk om te kijken van naar de toekomst toe. Hè, dat, ja, beide zijn uiteraard belangrijk en het evenwicht moet bewaard blijven. In de analyses werd ook gezegd van goh, ja, we moeten weg van die grootschalige woonzorgcentra, die grote centra. We moeten meer naar woonplekken komen op maat van mensen. Hè. Die verhouding, hè. Hoe moeten we daar in de toekomst mee omgaan? Hè. De digitalisering in de zorg is heel veel naar voren gekomen, niet alleen het meest zichtbare. We hebben het beeldbellen ontdekt. We zitten hier nu vandaag ook hè, digitaal een vorming te geven. Hè. Dat is ook zo in de zorg geweest. Hè. Het contact tussen familie en de bewoners is heel dikwijls digitaal gebeurd. Dat was natuurlijk niet altijd heel evident. Hè. Denk maar zeker aan de personen met een dementie, waarbij dat eigenlijk heel dikwijls een onrust gaf. Hè. Maar niet tegenstander heeft natuurlijk ook wat potentieel. Hè. Daarnaast ook van ja, het delen van informatie tussen zorgverleners via de digitale weg, heeft natuurlijk ook grote voordelen. Daar zit natuurlijk ook wel een toekomst in de verder ontwikkeling. En natuurlijk ook, ja, wat we ook gezien hebben tijdens corona, is natuurlijk een druk op de thuiszorg hè, en mantelzorg, doordat er een heel deel diensten zijn weggevallen. En dat maakt alleen maar duidelijk dat de verschillende zorgvormen die er zijn, of ondersteuningsdiensten, ja, dat geheel heel erg belangrijk is. En dat dat goed op elkaar moet afgestemd worden. Goed, nu gaat Johan even verder van kijk vanuit die analyse wat we zien tijdens of wat we hebben gezien tijdens corona. Hoe kunnen we ons met OKRA daarin verhouden? Ik ga Johan nu de notendop toelichten. Ja, ja. Nu moet ik wel zeggen, ik had dat niet voorbereid, maar ik ga het even zo verlopen. Maar Marijn is hier voor mijn steun. Ik wil toch even zeggen dat tijdens de corona hebben we vanuit OKRA Zorgrecht ongelooflijk veel klachten binnengekregen. Ongelooflijk veel. Ook, we hebben bijna dag en nacht gewerkt, zou ik zeggen. We zijn ook in de taskforce terechtgekomen, waar we opgenomen zijn, waar we gevraagd geweest zijn, ook om te zorgen dat we daar konden meesturen naar bezoekersregelingen toe en dergelijke meer. Dat is minder geweten, er is misschien minder reclame over gemaakt, maar een bepaald ogenblik, ik denk dat het de mei maand was, dat we toen beslist hebben met onze ploeg van ons memorandum is eigenlijk, moet eigenlijk bijgesteld worden nu, we kunnen niet anders, en daarom dat we toen beslist hebben om een addendum te maken aan het memorandum in functie van corona, want niemand had dat kunnen voorzien in februari 2019, dus het was absoluut noodzakelijk om dat te doen. Dat is ook teruggestuurd naar de regio's om te bekijken. Hè. In de moeilijke omstandigheden, daar ben ik me heel goed van bewust, maar we konden niet anders doen. Maar de meesten hebben gelukkig daar ook nog werk van gemaakt. En we zijn toen geland, denk ik, begin oktober of zoiets van 2020. Goed, corona-addendum dan. Ageïsme bestrijden. Ik hoef daar ethisch gezien is het duidelijk geworden dat voor ons is leeftijds, en dat is altijd zo geweest, geen criterium voor het al dan niet doorverwijzen naar een ziekenhuis. En daar moet ik onmiddellijk aan toevoegen dat de mensen die op intensieve zorgen werkten, de intensivisten, die hebben onmiddellijk een ethisch document gemaakt, waarin stond dat leeftijd op geen enkele wijze kon gebruikt worden om voorrang te geven aan mensen. Maar, en dan hebben ze een andere schaal genomen, en de schaal is hoeveel
levensjaren kan ik nog in goede gezondheid doorbrengen? Dat is, die schaal zelf heet helemaal anders, maar dat doet er nu niet toe. Dus dat betekent dat jij als 60-jarige opgenomen wordt, voorrang kunt krijgen op een 40-jarige. Indien er tekort is op intensieve zorg. Dat stond al genoteerd. En dat is gelukkig nooit moeten toegepast worden, maar dat was al afgesproken. Dus daar konden we volledig mee akkoord gaan. Alleen hadden we het heel grote moeilijkheid gehad met de Belgische Vereniging voor Geriaters en gerontologen, die op een bepaald moment door een miscommunicatie eigenlijk gezegd hadden dat eigenlijk ouderen die in een woonzorgcentrum liggen, beter niet onmiddellijk opgenomen worden in een ziekenhuis. En ze hebben daar iets te weinig uitgelegd dat sommige ouderen via een negatieve wilsverklaring duidelijk gemaakt hebben dat ze niet meer willen getransporteerd worden naar een ziekenhuis. En dat is dus correct, maar, en dat is het grote maar geweest, corona is toch nog iets anders. De woonzorgcentra waren niet in staat om mensen met corona de correcte behandeling te geven. En daar is wel het een en het ander misgelopen. Een tweede punt, de schrapping van de 75-jarige leeftijdsgrens in de geestelijke gezondheidszorg. Maggie, wij hebben ook een Maddie in Okra. Maggie de Blok heeft de leeftijdsgrens voor het psychologisch consult geschrapt tijdens corona. En dat is vrij vlug en vlot gegaan. En dat was dus heel positief. Ondertussen is het ook zo dat minister Van den Broeke al in de media verklaard heeft dat de mobiele teams in de psychiatrie, in de geestelijke gezondheidszorg, die aan huis komen, dat die geen leeftijdsgrens meer moeten hebben. Maar er zijn nog geen uitvoeringsbesluiten van. We verwachten die tegen het einde van dit jaar. Ik heb u straks gezegd, er is een hele grote veranderingsproces bezig in de geestelijke gezondheidszorg, meer aan huis. En de mobiele teams die spelen daar een heel belangrijke rol in. Maar in corona hebben we verschillende mensen moeten ontgoochelen door te zeggen, ja, voor 65-plussers werken die teams niet. In Vlaanderen waren er wel projecten in sommige regio's, maar dat was niet algemeen verspreid. En vanaf het ogenblik dat hier die leeftijd, dus dat Van den Broeke definitief zijn uitvoeringsbesluiten maakt voor hetgene wat hij aangekondigd heeft in de media, zullen deze ook kunnen uitgerold worden voor mensen ouder dan 65 jaar. Ondertussen moet ik ook zeggen dat ik lid geworden ben van een federale werkgroep die de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg op federaal niveau gaat vertalen naar de ouderen toe. En dat betekent dat, want zo'n proces duurt meestal heel lang, dat we binnen dit en de 3-4 jaar zeker mogen zijn dat in de geestelijke gezondheidszorg die grenzen, die leeftijdsgrenzen, quasi zullen afgebouwd zijn. Laat ons hopen. We proberen daar alle dagen ook aan mee te werken. Okra ondersteunt ook de officiële erkenning als mantelzorger en het recht op mantelzorgverlof. Hier zou Marijn kunnen tussenkomen in die zin dat we, en dat is heel snel gegaan, ten eerste de erkenning zelf is heel snel gegaan, vind ik. Maar ten tweede zijn ze nu al aan het evalueren in hoeverre dat die mantelzorger, wat we daar nog voor kunnen bijvragen. En daarvoor geef ik het woord even aan Marijn, want hij is daar het sterkst mee bezig geweest. Ja, klopt ook, want we hebben ook de vraag gekregen om te kijken van welke dingen zien we daar nog in die erkenning? Hè? En welke bijsturingen zou daar eventueel kunnen zijn rond die erkenning van mantelzorg? Er zijn, misschien om kort te zeggen, er zijn twee soorten erkenningen rond mantelzorg. Hè?
Eentje is, is een algemene erkenning, hè, maar daar zijn op dit moment geen rechten aan gekoppeld. Hè. Dus waar we op dit moment ook wel aangegeven hebben, ja, op dit moment stelt dat niet veel voor en kan je ook daar niet echt veel mantelzorgers toe motiveren om zich te laten registreren. Maar wij denken wel vanuit dat er toch wel wat kansen liggen als je bepaalde rechten eraan kunt koppelen. Hè. Denk aan bijvoorbeeld op een bepaald moment tijdens de pandemie was er een verbod op verplaatsingen. Enkel essentiële verplaatsingen konden doorgaan. Mantelzorg ja, leek ons toch wel heel erg belangrijk. En een essentiële verplaatsing moest er een attest zijn. Of ook bijvoorbeeld bij de vaccinatie zou het wel interessant kunnen zijn dat je kunt ja, een erkenning hebben die je eigenlijk in bepaalde situaties kan inzetten. Het heeft als voorbeeld ook voordeel, ook denken wij, dat je daardoor die groep, hè, mantelzorgers, is zeer moeilijk detecteerbaar. Hè. Dus je zorgt voor iemand, je rolt in die situatie, dat is geen vrijwilligerswerk. Hè. Maar het zijn dus mensen die dikwijls onzichtbaar zijn hè, voor ons ondersteunende diensten. Als je daar een erkenning aan kunt geven, ja, kan je ze ook beter ondersteunen. Denk ik, hè. Of beter detecteren en beter ondersteunen. En er is dan ook een andere erkenning, dat is eentje met waar het mantelzorgverlof enkel op dit moment is aangekoppeld. Het is voornamelijk voor de werkende mantelzorgers, dat die daar een recht toe hebben om voorlopig 1 maand, maar ik had begrepen dat dat al wordt uitgebreid naar 3 maanden, dacht ik. Dat is normaal vers van de pers. Tot mensen even tijdelijk kunnen zeggen van, goh, ik ga de zorg opnemen voor een familielid, maar het hoeft geen familielid te zijn. Waar we wel nog misschien vragen bij hebben, zou misschien wel interessant zijn dat bijvoorbeeld voor gepensioneerden zit er nog geen echte voordelen in op dit moment. Dus richt je enkel op werkende mantelzorgers. Maar het kan misschien wel interessant zijn om vooraleer je eigenlijk op pensioen gaat, dat je misschien op bepaalde periodes kunnen gelijkgesteld worden, die kunnen meetellen voor je pensioen. Of, ik weet niet of jullie daarvan op de hoogte zijn, maar er is ook een verhoging op de belastingprijs. Ja, dus als je iemand opvangt, ja, dus als je iemand opvangt van 65 plus met een zorgbehoefte, met een hoge graad van zorgbehoefte van, ja, van 9 punten op de medisch-sociale schaal, dat is een graad van zorg en zelfredzaamheid uit de federale overheid. Dus als bij een onthouden verhaal bij een hoge zorgbehoefte, als je iemand van 65 opvangt, is er een fiscaal voordeel. Hè? De belastingvrije som wordt opgetrokken, hè, waardoor je eigenlijk minder belastingen zou moeten betalen. Hè? Maar dat geldt niet voor als dat je partner is. Hè? Daar is weer een andere regeling voor. Hè? Maar het zou wel iets kunnen zijn van, goh, dat is ook wel ergens een voordeel of iets. Waar gepensioneerde mantelzorgers misschien toch wel interessant zou kunnen zijn. Hè. Maar dat moet eigenlijk nog wat verder uitgewerkt worden, want er bestaan wel andere ondersteuningsvormen. Hè. Maar nu lopen eigenlijk wel gepensioneerde mantelzorgers toch wel. Ja. In elk geval in de evaluatie ervan, die we binnengekregen hebben, en die vrij kort zat op de erkenning van het mantelzorgverlof, hebben we dat allemaal opgenomen. En er is ook dit weekend een federaal niveau een advies aangemaakt dat op de algemene vergadering van de Federale Adviesraad voor Ouderen definitief zal goedgekeurd worden. En dat is ook van de hand van OKRA, voor alle duidelijkheid. Dus dit is echt, noemen ze dat prime news of zoiets? Hè? Maar we gaan er in de komende weken zeker nog verder over communiceren in de nieuwsbrieven, als er die nog komen, Marijn. Ik weet niet of dat daar is over. Ja, het is een beetje vanaf het moment dat het officieel is, in de zin van, en tot het allemaal goedgekeurd is, hè, tot mensen effectief te kunnen aanvragen, omdat we anders misschien wel verwarring scheppen, dat het nog niet mogelijk is. Hè, maar tot op het moment dat het een beetje de kogel door de kerk is, hè, en tot de mensen effectief er al van de rechten kunnen profiteren, om het zo te zeggen, proberen we die communicatie goed. We volgen het op en we communiceren. Hè? Dus, okay. Ja, dus nog geen concrete nieuwe
tegemoetkoming of zo. Maar we zijn hier bezig over het beleid en dat is altijd een langdurig proces. Daar moet je altijd heel geduldig voor zijn. Dus ik was iets te snel. Sorry daarvoor. Dan ook wat de duidelijkere bevoegdheidsverdeling betreft tussen de verschillende overheden. Toen, je zult je dat wel herinneren, op dat ogenblik dat we dat schreven, was dat vooral in zaken aankoop van medicijnen, testen en beschermingsmateriaal enzovoorts. En dan vonden we dat dat vooral moest gebeuren op het Europese niveau. Ja, Europa heeft ondertussen ook heel wat flaters begaan, dat wil ik toch wel heel even zeggen. Maar in elk geval zou dit op zijn minst, wat België betreft, op het federale niveau terecht moeten komen. Maar we hebben ook gezien dat de vaccinaties in Vlaanderen veel intensiever gebeuren en veel vlotter gebeuren, dat er veel minder antivaxxers zijn enzovoorts. Je voelt aan dat er daar toch wel een andere, ook bij de bevolking, een andere visie is over gezondheidszorg. In hoeverre we hier stappen moeten zetten naar een nieuwe defederalisering van de gezondheidszorg, daar zijn wij nog niet uit. Maar het is toch wel zo dat er wat zou moeten herbekeken worden. En hier gaan we zeker moeten ook gaan kijken in een breder verband hoe andere organisaties daar tegenover staan. Misschien kunnen we naar een volgende slide. Ja. Ik denk dat het nog niet volledig is. Ja, het corona-addendum op naar een geïntegreerd model. En dit gaat sowieso in de komende jaren heel belangrijk worden. Dat betekent dat de buurtgerichte zorg, en je zult er zeker iets van gelezen hebben in de afgelopen dagen, want minister Beke heeft, denk ik vorige week of eind vorige week, aangekondigd dat hij heel veel middelen gaat zetten op samenwerkingsverbanden op het lokale niveau, dus op projecten. Op dit ogenblik zijn we daar met OKRA ook mee in betrokken als organisatie om te gaan kijken hoe kan een oudere organisatie daaraan doen. Maar zoals je hier ziet, Marijn, je mag het ook uitleggen, want eigenlijk is dat het thema waar jij mee bezig bent. Hè? Als je, of dan mij is het gelijk. Ja, ik kan nog kort even iets zeggen. Hè, van wat, de tekening die je hier ook wel ziet, hè, is wat Johan daar straks ook wel vertelde, is van dat we een gedifferentieerd aanbod moeten hebben in elke fase van wanneer je met zorgen te maken hebt. Hè. Dat zo goed mogelijk op elk niveau moet kunnen uitgewerkt worden. Het is niet of thuis of in het woonzorgcentrum. Nee, er zijn verschillende vormen van ondersteuningen die kunnen helpen in die tussenfase. Hè. Waarbij ze heel veel ook al de nadruk leggen op mensen zelf empoweren. Hè. Dus, zelfzorg. Hè. Mensen zelf sterker maken en weerbaarder maken. Vervolgens ook kijken naar de mantelzorger. Hè. Dus de mensen die er wel heel kort bij staan. Maar ook vrijwilligerszorg, buurtzorg. Dus eigenlijk ingekapseld in de bredere buurt. Hè. Waar het lokaal dienstencentrum dan ook een belangrijke rol in speelt. En vervolgens natuurlijk thuiszorgvoorzieningen. Denk aan de thuiszorg, thuisverpleging en dergelijke. Maar als je dan, hè, dus het verhaal van de buurtzorg, is toch wel een belangrijke, denk ik. Hè. Ik denk dat wij vanuit OKRA daar ook wel een belangrijke rol in hebben. Hè. We zijn niet altijd we zijn geen zorgorganisatie, maar we zijn wel, denk ik, een heel... We mogen ons ook wel niet onderschatten, denk ik, in hoe leden met elkaar omgaan en zich een sterk netwerk vormen. Hè, die eigenlijk ervoor zorgen dat mensen blijven opgenomen worden in die bredere buurt. Maar ook doordat we een netwerk zijn, doordat er activiteiten worden ingericht, blijven mensen ook wat toegang krijgen tot goede informatie. Dat is toch wel belangrijk. Hè. Ja, misschien ook. Doe maar. Ja, of de verschuiving van de lokale dienstcentra die in die buurtzorg heel erg belangrijk worden. Vroeger waren die vooral, ja, namen die initiatieven naar activiteiten inrichten en dergelijke, waren ze daar ook op gecoteerd en betaald als het ware. Maar in de toekomst zullen ze eigenlijk beter het netwerk moeten bedienen, hè, waaronder we zitten met OKRA. Hè. Dus dat we eigenlijk
moeten kijken van hoe kunnen we eigenlijk die samenwerking met de LDC mee voorzien. Hè. En dan het tweede is eigenlijk die eerste lijnzones, daar zijn we met OCRA ook in actief. Hè. 60 eerste lijnzones in Vlaanderen, waarbij de voorzieningen allemaal samenzetten. En ik heb ze straks ook genoemd. Je ziet ze eigenlijk hier langs ook staan eigenlijk. Hè. Dus al die diensten zitten op een of andere manier vertegenwoordigd hè, in die eerste lijnzone, waarbij ze ook beter spreken met elkaar en op die manier zorg beter kunnen coördineren. Maar wat daar heel speciaal en nieuw in is, hè, is eigenlijk, vroeger bestonden die samenwerkingsmodellen ook, hè, maar het nieuwe in heel het geheel is tot nu de persoon met een zorgbehoefte hè, en zijn mantelzorger ook een plekje hebben in die eerste lijnzones. Hè. En dat is toch wel nieuw en we zitten met OCRA in ja, meer dan 10, 12 zones van de 60 mee vertegenwoordigd. Oké, ik wil eraan toevoegen. Hiervoor, dit thema, zouden we nog eens graag terugkomen in Limburg ook en in de andere regio's, om dat beter toe te lichten. Dus daar zijn we nog niet helemaal uit hoe we dat gaan doen. Maar dat is wel belangrijk. Hè. Dus, en daar kan je ook als regio heel veel te betekenen hebben. Ik weet dat in Limburg al heel goede werking is op vlak van zorg. Maar hierover zouden we zeker nog eens moeten kunnen verder ingaan. Misschien de volgende slide. Ja, dan komen we naar de 6 speerpunten. Ja, we gaan er iets sneller overheen, zie ik. Ik dacht, er zijn 7 speerpunten, dacht ik. We hebben er nog één ja. Op de betaalbaarheid. Maar goed, je ziet dat deze uiteenzetting nog altijd geactualiseerd wordt. Ook tijdens de uiteenzetting. Maar goed, belangrijk is die hogere basisfinanciering, waar ik straks al over gehad heb. En niet alleen, enerzijds natuurlijk omwille van de vergrijzing. En dat heeft Marijn heel goed uitgelegd. De grootste vergrijzingsgolf, en dat was de allereerste slide die Marijn opgelegd heeft, die vangt vanaf 2020 aan tot 2040. Dat is de grootste demografische veroudering van onze bevolking die we ooit zullen meegemaakt hebben en die al gekend was in de jaren 80. Zo, goed, dat gaat sowieso gebeuren. En ik zie ook dat er een vraag staat van Stan. Die daarover gaat trouwens. En twee, de financiering van de noodzakelijke kwalitatieve en kwantitatieve inzet van zorg en ondersteunend personeel. Dus ook daar is het zo dat we bijvoorbeeld in de woonzorgcentra nog veel te weinig personeel en veel te weinig gespecialiseerd personeel hebben. Dus die twee samen vergt een meerjarenplan eigenlijk. En dat is wel op gang gekomen, want die 500 miljoen is ondertussen al effectief geïnvesteerd en er komen nog andere middelen aan. Misschien naar de volgende slide even gaan kijken hoe dat de ouderensector ja, hoger en meer en hoe dat de ouderensector wat personeelsomkadering betreft toch heel, heel minnetjes eruit komt. Nu, die eerste 500 miljoen die voorzien is, zal daar wel iets meer aan tegemoet gaan komen. Maar op het ogenblik dat we dit schreven, was het zo dat op dat ogenblik 0,66 voltijdse equivalenten beschikbaar waren in de woonzorgcentra per bewoner. Als je dan gaat kijken naar de personen met een handicap, met dezelfde zorgzwaarte, dan kwam je op 0,93. En je wilt zeggen, 0, dat is niet zoveel. Wel, dat is toch bijna 1/3 personeel meer per bijvoorbeeld 100 bewoners. En dat betekent, als je het zo bekijkt, als je gewoon een zorgcentrum hebt met 100 bewoners, is er 66 personeelsleden. Voor eenzelfde zorgzwaarte is dat in de gehandicapte sector 93 personeelsleden. En als je naar Nederland gaat, dan kom je op 1,1 voltijds equivalent. Dus dat moeten we ook naar kwaliteit toe gaan inhalen. Misschien de volgende slide. De kleinschaligheid, dat ga ik overlaten aan Marijn. Ja, het refereert een beetje wat we er straks ook wel verteld hebben, van dat er in de discussies na corona ook al gekeken werd van, goh, we moeten weg van die grote blokken,
woonzorgcentra en misschien meer naar woonzorgcentra op mensenmaat. En dat zou misschien een betere titel geweest zijn dan pure kleinschaligheid, want we beseffen ook en hebben ook vandaag getoond dat ja, iedere ouder heeft andere verwachtingen en niet iedereen voelt zich altijd even goed in elke vorm dan ook. Hè. Sommige, bij andere presentaties in andere regio's kreeg het ook wel de reactie van goh, ja, wat mij betreft is dat niet altijd even gemakkelijk om in zo'n kleine groep, waarbij je eigenlijk helemaal niet meer kan verstoppen, waarbij je ja, sociaal moet zijn of dergelijke, dat dat niet altijd voor iedereen is weggelegd. Hè. Maar we willen het hier een beetje in de groep gooien. Hè. En dat is ook geen uitgemaakte zaak. En dat is ook iets wat, waar de geesten ook wat verder in moeten kunnen rijpen, denk ik. Van wat willen we dan eigenlijk voorop stellen? Hè. Maar we denken wel dat het interessant kan zijn dat de woonzorgcentra toch wel meer op mensenmaat zouden kunnen komen. Hè. Dan krijg je ook wel soms de vraag van ja, is dat allemaal wel betaalbaar? Hè. Maar daar kan je ook op zeggen van kijk, ja, kleinschalig in de manier hoe je omgaat met de bewoners, hè, maar grootschalig een organisatievorm waardoor je ook wel gemeenschappelijke overheidskosten kunt. Maar die kleinschaligheid kan ook betekenen, dan hoeven we ook niet allemaal nieuwe bouwen, nieuwe woonzorgcentra zijn, maar ook binnen het geheel van bestaande woonzorgcentra te kijken hoe je eigenlijk uw woonzorgcentrum bouwt, hè, of uw personeel bouwt rondom uw bewoner centraal stelt, en daar eigenlijk rond groepen van 6 tot pak 15 bewoners eigenlijk een ploeg rondbouwt, hè, waardoor je meer gemeenschappelijke, of meer personen hebben die echt verbonden zitten aan die groep, meer personeel verbonden aan die groep, dat je minder roulatie krijgt en verschillende gezichten, omdat we toch wel merken dat dat wel belangrijk is, dat je niet ja, 15 verschillende gezichten krijgt wanneer je zorg nodig hebt. Dus dat je kleinere teams hebt die misschien meer taken kunnen opnemen, verbonden aan de bubbel, zogezegd. Waarbij het wonen en leven, hè, dat we daar voldoende aandacht voor blijven hebben. Hè. Het medische is natuurlijk uiteraard belangrijk, maar dat we het woonzorgcentrum eigenlijk als thuisplek proberen zoveel mogelijk te zien. En er was ook daarvoor opgeworpen van, ja, zijn eigenlijk die woonzorgcentra die met die kleine bubbels werken, zijn die ook wel beter bestand geweest tegen de pandemie? Dat is ook iets wat verder nog wel onderzocht moet worden. Zijn die beter bestand tegen het virus en dergelijke? En dan eigenlijk de begeleider wonen en leven, dat is wat jullie misschien nog vroeger kenden als de animator van het woonzorgcentrum. Die rol hebben ze wel hertekend, hè. Naar een bredere invulling, hè. Dus begeleider wonen en leven. Eigenlijk om het wonen effectief in het woonzorgcentrum te kunnen bevorderen. Wat ook denk ik op dit moment zo is, dat dat niet meer toegewezen wordt aan één persoon, hè. Maar dat kan eigenlijk vanuit de poetshulp tot aan de kok, dat er eigenlijk verschillende mensen eigenlijk ja, als deeltje mee kunnen bijdragen tot dat leven en wonen in het woonzorg. Een beetje kort van, kijk, ja, vooral wat we hier willen zeggen, is dat het woonzorgcentrum op mensenmaat. Misschien, Johan, als je daar iets aan toe te hebt aan dit aspect. Kun je toch nog heel even de slide laten liggen? Ja. Het voorlaatste weerbaarder tegen pandemie, dat is een onderzoek dat in de sporen gezet wordt op dit ogenblik. En dat gaat met het HIVA, en wij zijn daar ook in betrokken. Dat gaat over de arbeidsorganisatie binnen de woonzorgcentra en de wijze waarop dat de pandemie al dan niet is kunnen uitbreken. Om te gaan kijken hoe dit juist gaat gebeuren. Dat is bij professor Van Notegem. Daar zullen we zeker binnen een jaar of zo wat meer resultaten over hebben. Maar ik zou heel even ook Stan Bresseleers moet om 11 uur door, zie ik, maar heeft een interessante vraag gesteld. In verband met eerst de woonzorgcentra kunnen in de nabije toekomst steeds grotere groep van hulpbehoevende ouderen niet meer aan. Op dit ogenblik is dat zeker niet het probleem, omdat ze nog met leegstand kampen, die wel heel vlug gaat ingevuld worden in de toekomst. Maar twee dingen die ik daarover wil zeggen.
Dus wat jij zegt, Stan, is inderdaad correct. Hè. We zullen meer moeten ingaan op wat in de thuis- en de buurtzorg mogelijk is. En dat hebben we straks ook al even proberen toe te lichten, dat wij daar als organisatie ook een rol te spelen hebben. Het is niet alleen voor de dienstverlenende organisatie. Twee, en daar heb je gelijk in, heel veel woningen van ouderen zijn niet aangepast om die thuiszorg toe te laten. En daar gaat nog heel veel mogelijk moeten worden. En daar moeten inderdaad de normen aangepast worden van de woningen. En daar moet ook subsidie tegenover komen. Zover zijn we nog niet, maar ik denk wel dat via de Vlaamse Ouderenraad daar aandacht aan gaat besteed worden. Maar wat ik wel wilde zeggen over de woonzorgcentra, daar zouden we toch moeten durven nadenken of dat de hele grote centra die eigenlijk in de planning staan voor de komende jaren, excuseer, dat die zouden moeten net de krets in de keel, dat die eigenlijk zouden moeten aangepast worden om kleinere units te hebben binnen de verschillende buurten. Dat zou ook moeten onderzocht worden. Dus dat je sowieso meer dagcentra krijgt in de buurten, meer kort verblijf in de buurten, maar ook meer residentiële opvang. Maar dan geen grote mastodonten, maar eerder kleinere punten. Maar de planning in heel die woonzorgcentra, die staat al jaren op de... Ja, dat is 5 jaar voordien weet een woonzorgcentrum al welke investering ze gaan krijgen. En moeten die natuurlijk, want die moet gebouwd worden, dan moeten gronden onteigend worden enzovoort. Die zijn al bezig. Kunt je die terugfluiten? Dat is een hele grote moeilijk punt. Maar je hebt volledig gelijk, Stan. We moeten sterker investeren in die buurt en in die eerste lijnszorg. Daar zijn we ook van overtuigd. Maar om te zeggen, we gaan ingrijpen in de huidige planning, zal zeer moeilijk worden. Er gaan dus nog heel veel woonzorgcentra gebouwd worden, vooraleer we aan dit gaan toe zijn. Dat wil ik toch nog even ook kunnen antwoorden op jouw vraag. Maar straks na de pauze krijgen de andere mensen ook de gelegenheid om daar verder op in te gaan. Misschien nu de volgende slide nog eens bekijken. Goed bestuur, ja. Ja, wij zouden graag kwalitatief bestuur hebben. Dus de kwaliteit van de woonzorgcentra zou moeten kunnen bekeken worden. Daar heel even op inpikken. Er gaat opnieuw een hele grote tevredenheidsenquête komen, maar die gaat voor de woonzorgcentra, maar die gaat niet door die Marso gebeuren, maar door het Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg. En OKRA zal daar ook de mantelzorgers gaan vertegenwoordigen. Wij hebben nog niet de officiële uitnodiging, maar we weten dat we daar ook in betrokken zullen worden. En ik hoop dat dat anders kan dan de vorige keer. Twee, de financiële transparantie. Dat heeft ook te maken met het feit dat Vlaanderen daarvoor bevoegd geworden is, maar er eigenlijk nog niet heeft in geïnvesteerd. Dus er is nog altijd geen duidelijke doorlichting van de woonzorgcentra naar de middelen die ze binnenkrijgen en waar ze naartoe gaan. Dus op zijn minst vinden wij dat wat Vlaanderen investeert in de woonzorgcentra, dat dat moet gebruikt worden voor de zorg. En dat die moeten dus losstaan van de winst. Het kan niet zijn dat Vlaanderen gaat subsidiëren en steeds meer middelen in die woonzorgcentra gaat steken, zonder dat wij een zicht gaan krijgen op waar die middelen feitelijk naartoe gaan. En dat heeft ook met die commercialisering voor een stukje te maken. Twee, dat heb ik al gezegd dan. Dus die zorgmiddelen moeten sowieso niet naar de aandeelhouders, mogen niet naar de aandeelhouders gaan. En daarvoor zou Vlaanderen een sterkere administratie op vlak van financiën moeten krijgen. Derde punt, worden gestuurd door betrokken bestuurders en inspirerende leidinggevenden. Eén groot duister punt voor ons zijn die beheerraden. Hè. Wij weten niet wie dat erin zit. We weten niet of dat die vorming krijgen, hoe dat die geselecteerd worden en dergelijke meer. We weten dat er veel woonzorgcentra heel goed beleid voeren.
Maar van heel veel weten we totaal niet waar ze aan toe zijn. En dat willen we wel weten. We willen in de toekomst een betere punten daarin. En ook naar de leidinggevende directies toe. Ook daar moet gezorgd worden. We komen fantastische directeurs tegen op het terrein waar we goed mee kunnen samenwerken. Maar er zijn er ook andere waar we soms vraagtekens bij hebben. En tenslotte, en dat is voor ons de belangrijkste, dat is die vertegenwoordiger van die bewoners in het bestuur, dat dat gewenst is. En ik weet niet of ik het hier al mag aankondigen. Ja, nee, dat is voor Marijn, zie ik. Ja, doe maar Marijn. Oké, ja. Dat is goed. Dat bouwt verder op wat Joël juist vertelde, van dat het toch wel belangrijk is om die de rechten van de bewoners zo goed mogelijk eigenlijk te kunnen waarborgen. Dus sowieso de betrokkenheid van de bewoner, maar ook zijn familieleden, dus of familieleden en kennissen, dus hun naasten eigenlijk in zijn algemeenheid. Hè. En tot die, we denken dat het wel belangrijk is dat een bewoner daarvoor niet naar een of ander meldpunt in Brussel moet kunnen gaan, maar dat zo dicht mogelijk bij de bewoners zelf zou kunnen liggen. Daarbij zou kunnen helpen, natuurlijk ook, van, Johan vertelde straks ook, de gemiddelde bewoner van een woonzorgcentrum is niet altijd meer, kan niet meer altijd heel goed zijn wensen en verwachtingen uitdrukken. Dan kan het ook wel interessant zijn dat je kan werken met een soort schakel ertussen, een vertegenwoordiger, dat kan een vrijwilliger zijn, die eigenlijk mee die rechten van die bewoners en die familieleden kan meenemen tot in het beleid toe. Om dat te kunnen opnemen. We weten ook, en ik zal misschien Johan Stevens ook nog wel, omdat hij daar heel kort bij betrokken is, omdat tijdens corona is het ook wel echt het gevoel geweest dat de rechten waar geschonden zijn van bewoners en familieleden. Is er ook wel een hele een groep van prominente ouderen in Vlaanderen met het idee gekomen, er zou eigenlijk een ouderenrechtencommissariaat moeten opgericht worden, zodat we zeker zijn dat die rechten beschermd zijn van ouderen. Vanuit OPRA vinden we het natuurlijk belangrijk, uiteraard, dat die doelstelling wordt behaald, namelijk dat die inderdaad de rechten worden gevrijwaard van ouderen. Maar waar wel een bedenking is van, is dat het juiste middel om dat te kunnen doen? Waarbij we nu toch ook wel een beetje in een proces zitten van, hoe kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat die rechten zo goed mogelijk kunnen gevrijwaard worden? Er zijn verschillende zaken voor nodig. Enerzijds hebben we verteld van, probeer dat dichtbij de bewoners te leggen. Zorg dat er een vrijwilliger is, een schakel is tussen het beleid en de bewoner. Maar er is ook in de beleidsbrief van minister Beke ook wel gesproken geweest van dat er meldpunten moeten komen in de zorg. Om eigenlijk bepaalde zaken te kunnen aanbrengen. Maar je merkt in Vlaanderen, of in België beter gezegd, dat er heel veel verschillende zaken lopende zijn. Om eigenlijk de rechten te beschermen, enerzijds rond zorg, maar je hebt dan ook de discussie van, moet het enkel over ouderen gaan, of gaat dat ook breder? Hè? Hoe gaan we dat zo goed mogelijk organiseren? En op dit moment zijn we eigenlijk in een proces om al die verschillende puzzelstukjes bij elkaar te brengen, hè? En vanuit daaruit te kijken van, hoe kunnen we zo goed mogelijk die rechten vrijwaren? Maar ik denk misschien, Johan, dat is eigenlijk iets waar jij heel kort bij betrokken bent, of je daar nog wat een woordje uitleg kunt bij geven. Hè? Dat is ook heet van de naald. Ik bedoel, we zijn daar nog niet helemaal geland, maar ik ga het heel even uitleggen. Er is heel wat te doen geweest rond de ouderenrechtencommissariaat en de mensen die dat ook als best middel naar voren schuiven. We hebben met die mensen heel vroeg contact gehad. Johan Le Man zal voor sommige mensen wel heel bekend in de oren klinken. En anderen. Wij hebben hen duidelijk gemaakt dat wij volledig akkoord gaan met de doelstellingen die zij willen bereiken, met name dat ouderenrechten sneller en beter effectief kunnen gegarandeerd worden. Dat is logisch, dat volgen wij ook.
Maar het middel dat zij naar voren schuiven, ouderrechtencommissariaat, daar twijfelden wij aan. En door het feit dat we twijfelden, hebben we binnen de Vlaamse Ouderenraad een volledige onderzoek laten doen over het landschap van alle mogelijke ombudsdiensten en verschillende organen die hier, Unia enzovoort, federaal en Vlaams, en dat is een enorm groot palet. En nu zijn we aan het concretiseren en hebben we, er is ook een studie geweest van het sociaal recht over kunnen de functies die de mensen van het ouderrechtencommissariaat naar voren schuiven, kunnen die ook effectief vervuld worden? En daar zijn heel wat vraagtekens bij. Dat betekent niet, en dat wil ik heel duidelijk maken, dat wij tegen het ouderrechtencommissariaat zijn, maar we krijgen een unieke kans, wellicht hopelijk, om een betere bescherming te geven aan de rechten van ouderen. Dat betekent dat het middel dat we gaan inzetten, dat het direct een heel goed en degelijk middel moet zijn. Want ik weet dat de mensen van het ouderrechtencommissariaat ook via de lokale adviesraden soms wel eens zeggen van OCRA is tegen. OCRA is niet tegen. Maar OCRA wil wel een grondige analyse hebben samen met de andere oudere organisaties via Vlora, om te kijken dat we de juiste keuzes maken. Dat we niet de verkeerde keuze maken en straks gaan zeggen, ja, dat ouderenrechtencommissariaat heeft weinig geholpen. Ja, daar zijn we eigenlijk mee bezig. Maar we zijn nog niet helemaal geland, dus ik kan daar nog niet alles over zeggen. Maar we vermoeden dat de discussie zeker in het najaar beter zal uitgelijnd worden. Deze maand, eind van de maand, staat er daarover een gesprek met Beke en de mensen van de Vlaamse Ouderenraad op het programma waarin dat we ook wij onze insteek geven. Maar dus nogmaals, als jullie mensen tegenkomen van het ouderrechtencommissariaat of mails krijgen ofzovoort, waarin staat dat OCRA daartegen is, dan mogen jullie gerust zeggen dat niet waar is. Wij willen dezelfde doelstelling, alleen hebben we wel wat vragen met het middel dat ingezet wordt. En daar moeten we echt, als het ingezet wordt, en zeker als je weet dat daar heel wat geld naar zal toe gaan, personeel zal aangeworven worden en dergelijke, dan moet het goed zijn ook. Ja. Dan kunnen we de volgende bekijken en stilaan afronden waarschijnlijk. Ja. Ook een van de speerpunten die naar voren geschoven hebben, is het belang van eigenlijk tijdig de zorg te kunnen bespreken, hoe je eigenlijk wat je nog graag wil en wat je niet meer wil. Hè. Totdat we merken dat dat nog iets is wat heel moeilijk is, hè, om daar goed over te kunnen spreken. Hè. Maar dat toch wel heel erg belangrijk is om, bijvoorbeeld, dat hebben we ook gezien tijdens de crisis, wanneer er keuzes moeten gemaakt worden, dat er eigenlijk absoluut rekening wordt gehouden met de wensen van bewoner en familie. Hè. En tot dat taboe wat er soms rond is, dat wat kan doorbroken worden. En daar kan ik bij ook vertellen dat we ook wat concreet gaan proberen maken met OCRA binnen CM, omdat er vanaf september, oktober van volgend jaar gaat er een hele campagne ingericht worden waar wij eigenlijk mee de schouders onder zetten rond vroegtijdige zorg. Op verschillende niveaus, dat gaat met theatervoorstellingen, dat gaat met infosessies en met heel laagdrempelige manieren om eigenlijk dat gesprek eigenlijk op gang. Maar dat staat voor het najaar eraan te komen en daar houden we jullie zeker van op de hoogte. Misschien het laatste, ja. Johan, om de betaalbaarheid. Ja, en dan nog de betaalbaarheid. Zoals ik al in het begin gezegd heb, de kloof tussen pensioen en kostprijs woonzorgcentra is gemiddeld 1800 euro. Dat is niet juist. De kostprijs van een woonzorgcentrum is gemiddeld 1800 euro. Ja. Maar gelukkig niet tussen het pensioen en de kostprijs. Ik heb mij verkeerd uitgedrukt. Daar hebben we een heel concreet voorstel uitgewerkt. Met name het zorgbudget voor ouderen met zorgnoten. Wat we vroeger de tegemoetkoming hulp aan bejaarden noemden. Je weet dat als je naar een woonzorgcentrum gaat, of iemand opgenomen wordt, dat die automatisch de zorgverzekering uitbetaalt. Betaald krijgt. Hè? 130 euro per maand. Dat niet niks is. Hè? Zou wel moeten geïndexeerd worden. Dus dat is al heel lang, dat is al 10 jaar niet meer geïndexeerd. En dat betekent dat dat bedrag helemaal aan het afkalven is. Dan
Maar wat wij zouden willen is dat die tweede tegemoetkoming, die waar heel veel mensen recht op hebben, maar die moet je zelf nog eens aanvragen, die zou automatisch moeten toegekend worden nadat je een onderzoek naar je inkomen krijgt. Want dat moet wel blijven bestaan. Maar wij weten uit ervaring dat heel veel mensen daarvoor in aanmerking komen. En dat betekent voor ons dat die zorgbehoeventheidsgraad zou wegvallen. Dus dat betekent, nu is dat een zorgbehoeventheidsgraad in 6 of 5 verschillende categorieën. En wij vinden dat als je voldoet aan de inkomensvoorwaarden, dat je automatisch in de hoogste categorie uitbetaald moet worden als je in een woonzorgcentrum zit. En dan krijg je normaal gezien, je moet nu even iets technischer worden, je hebt die 130 euro. En de hoogste categorie is 600 euro. Maar je krijgt een onderzoek naar je inkomen. En dat kan, dus iedereen krijgt die 600 euro. Maar naarmate je een hoger pensioen hebt, kun je van die 600 euro misschien maar 300 euro krijgen. 200 euro. En als je erover zit, ik denk dat de ambtenaren gaan er wellicht over zitten. Als je meer dan 2200, 300 euro hebt per maand, ja, dan gaat je die niet krijgen. Maar dat betekent dat bijna 80%, denken wij, van de woonzorgcentra bewoners dit gaan krijgen. Of zelfs meer. Dus, en op dat ogenblik wordt een opname wel betaalbaar in een woonzorgcentrum. En het enige wat we daar nog aan toevoegen is dat dan ook de prijzenbeleid van de woonzorgcentra goed in de hand moet gehouden worden. We hebben dat nog eens geactualiseerd enkele weken geleden. Samen met de mutualiteit hebben we toen een persmededeling daarover gedaan. Om vooral op het beleid te kunnen wegen. Ondertussen is er ook een commissie geweest in het Vlaams parlement, een welzijnscommissie, die de vernieuwingen van alles wat te maken heeft met de Vlaamse sociale bescherming, en dat zit daarin, besproken heeft. En er zitten heel veel nieuwe vernieuwingen, maar die is ook door de middenveldorganisaties eigenlijk afgeschoten. Om andere redenen dan datgene, dit zat er ook in, maar dat is daarin meegegaan. En we weten dat N-VA en Open VLD daar geen grote voorstander van zijn, van wat ik daarnet kom te vertellen. Dus ik denk dat dit nog moeilijk te realiseren is tijdens deze legislatuur, terwijl het eigenlijk opgenomen is in het regeerakkoord. Dus we moeten ofwel een ander moment afwachten, maar ik ben niet meer zo enthousiast om te zeggen, dit gaat nog deze legislatuur een eerste gerealiseerd worden. Dat denk ik niet. Dus, maar goed, het is wel een voorstel dat we gedaan hebben, waar we geprobeerd hebben. Moest het gelukt zijn, dan hadden we een fles champagne kunnen openen. Virtueel, hè? Virtueel. Voilà. Ik denk dat dat ongeveer het einde is. Ja, nog niet. Micro. Ja, sorry. Nee, gewoon... We hebben nu een aantal inzichten meegegeven, maar uiteraard, ja, het debat moet ook gevoerd worden en de input vanuit jullie is evenzeer belangrijk om eigenlijk onze opinies en dergelijke meer verder vorm te kunnen geven. Ik wil nog één slide tonen voordat we naar de vragen kunnen gaan, is dat er, als er vragen nog zijn rond premies en tegemoetkomingen, we gaan op 23 juni een digitale sessie doen op de dag van de mantelzorg, om daar eigenlijk een heel goed overzicht te kunnen geven over, als je met zorg te maken hebt, waar heb je eigenlijk eventueel recht op, qua tegemoetkoming of premie. Ziezo, dat was onze presentatie. Dan geef ik het woord aan jullie, of als er vragen zijn, of onduidelijkheden, of ideeën, dan geef het graag mee. Ja. Oké, dankjewel Johan en Marijn voor deze uiteenzetting en ons mee te nemen in dat hele verhaal rond de stappen die gezet worden na corona en het woonzorgcentrumbeleid, de gezondheid en hoe daar in de toekomst naar gekeken moet worden en wat de problemen, de vragen zijn. Maar ik begrijp, ik denk wel dat er misschien toch een aantal vragen zijn
Maar het is altijd, we zitten reeds anderhalf uurtje op onze stoel. Ik weet niet of we een kleine pauze moeten nemen of al dan niet. Of dat de vraagstelling nu kan gebeuren, zodat we misschien toch tijdig kunnen afsluiten met dit mooie weer. Het is gebruik maken van de tijd. Het lijkt me misschien toch het beste om de vraagstelling nu te doen. En dan kunnen we misschien vroegtijdig afsluiten. Ik kijk een beetje in de chat. Laura zal het misschien even opvolgen en kijken. We moeten verder mee opnemen en de vragen naar jullie doorspelen. Ja, de eerste vraag die in de chat is gekomen was een vraag van Ronnie. Marijn, dat was ook een vraag naar jou toe. Hij stelt de vraag, oudere persoon fiscaal ten laste als het pensioeninkomen van die persoon onder een betaalde grens ligt? Of gaat dit wijzigen? Vraagteken. Uw micro, Marijn, sorry. Dus het is zo, het gaat over de regeling, denk ik, als je iemand 65 plus thuis opvangt. Hè? Ik dacht dat dat in de slide was, ja. Ja, dus het is zo dat er een regeling is. Dus dat je, wanneer je iemand opvangt, hè, die niet je partner is, voor alle duidelijkheid, hè, maar bijvoorbeeld je moeder, je vader, je broer, zus, en die heeft een zorggraad boven de 9 punten op de graad van zelfredzaamheid, hè, van de medisch-sociale schaal van de federale overheid, dan kan je dat fiscaal inbrengen. Hè. Maar daar wordt dan wel rekening gehouden met de hoogte van je inkomen. Hè. Maar die ligt vrij hoog. Ik denk dat met de eerste 27.000 euro wordt er geen rekening gehouden. En dan is er nog een gedeelte dat nog niet... Dus ik geloof dat er bijna tegen de 30.000 euro is waar er geen rekening mee gehouden wordt. Hè. Dus die ligt vrij hoog, die grens. Maar het is wel zo dat het gaat over, dus niet je partner, want daar telt weer het huwelijkscoëfficiënt, dat is een andere regeling. En daar, als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, dan kan je rekenen op het huwelijkscoëfficiënt, waardoor je een beetje kunt schuiven in de kosten, wat kunt verdelen naar de inkomsten, waardoor dat een voordelig effect zou kunnen hebben. Maar dat is enkel, dacht ik, een voordeel als er op zijn minst 30% verschil is tussen het een en het andere inkomen. Ik weet niet, het is redelijk technisch dit natuurlijk. Ik weet niet of dat de juiste, of je daarmee verder kan. Eventueel kunnen we al achteraf even contact opnemen om het in detail te bekijken. Maar wat je moet onthouden is dat het vooral eigenlijk is dat fiscaal voordeel als je iemand anders dan je partner opvangt van 65 plus. Ja, ik zie dat Ronnie zijn hand opsteekt. Misschien dat hij daar nu even kan tussenkomen. Ik denk dat de uitleg vrij volledig is. Het is inderdaad een vrijstelling van 27.230 op dit moment. Ja. Enfin, het is een hele technische uitleg, maar... Omdat er daar straks gezegd werd, het is een persoon ten laste, maakte ik toch ergens die opmerking gemaakt dat het niet zo evident is. Maar de uitleg is goed bedankt. Ja, het is zelfs meer als die 27.000 is hetgene wat meer rekening wordt gehouden. Ja, ja. En dan is er nog een 3.000 waar je niet boven van mocht komen. 3.000, ik ken niet de exacte bedragen, maar dat is 3.380. Zo is het, ja. Ja. Oké. Okay. Dus dat betekent als je twee optelt dat wel boven dat bedrag moet zitten om... Oké, bedankt voor de aanvulling. Ja, dat bedrag gaat nu wel naar 4.100 en zoveel gaan. Hè. Dat wordt dus verhoogd, hè, het bedrag. Ja, maar dus wat we nu zeggen is het bedrag waar je niet boven mag zitten om in aanmerking te komen. Sorry. Maar het klopt wat Johan zegt. Het ding is... als je daarvoor een aanmerking komt, dan gaat die belastingvrije som opschuiven naar boven, waardoor je minder belasting betaalt. Maar het voorgaande is puur om een aanmerking te komen voor die regeling. Ja. Maar als je wil...